Ik ken Koen inmiddels al zo'n 7 jaar. Maar vandaag stel ik hem de vragen die ik nooit heb durven vragen. Een weekend lang volgde ik hem zoals Nederland nooit heeft gezien. We zijn aanwezig bij zijn eerste optreden in zijn plaatselijke buurthuis. En we rijden samen van Schijndel naar Rotterdam in de auto van zijn vader. Dit kan misschien wel het heftigste weekend voor Koen en mij ooit worden. Oh ja, trouwens, heb je inmiddels al geabonneerd? Zo niet, doe dat even. En vergeet niet te drukken op die like-button. Jongens, we hebben het paaspop echt volledig gemolesteerd. Dat was niet normaal. Tot een rij van hier tot Tokio buiten. En nu moeten die jongens nog even tijd maken voor de fans. Weerhoudt mij er niet van om even lekker een paar pilsjes hier te nuttigen. Genoeg bier, hap het even. Lekker. Stoel. Zit jij nou de film? Hoe kan je hier ook mee inzoomen? Fijn dat we die auto van je pa mochten lenen. Ja, dat is fijn. Maar dat is prettig. Kijk zo. Hé, hey, is het nou ook echt je droomauto of niet? Nee, dat is het niet. Ik heb dat niet. Dat is echt poesies. Oké. Hé, wat hebben wij net een vette show neergezet? Ja, maat. Niet te geloven. Niet te zuinig. Ik heb 4 keer kippenvel in de show gehad. Dat meen je niet. Ja. Trek hem even open. Zo! Wow! Zo, dat zou je niet denken van deze Kia, hè? Zo! Wat verdomme! Die gaat rap. Zo! Wow! Maar is het ook echt je droomauto? Ja, griep. Nou, mensen, zoals jullie nu zien, zijn we lekker aan het rijden. Ja, we gaan even naar Super Feyenoord zo. Hè? We gaan naar Super Feyenoord. We hebben ruim de tijd, want we zouden eigenlijk pas 6 uur weggaan. Mocht het niet zo zijn dat we bij paaspop geen biertje meer kregen. Nou ja, voor mij niet erg, want ik moet ook rijden. Alleen voor jou is dat wel vervelend. Heb ik me ook gestopt met drinken, dus dat is... Oh ja, dan maak ik dat helemaal niet uit. Wat lul ik nou eigenlijk? Hé, maar vertel wat over je bedrijf. Ik verkoop kinderen. Nee? Ja. Echt? Ja, eerst dan haal ik ze op bij een speeltuin, stop ik ze in mijn kelder en dan verkoop ik ze aan hele rijke Somaliërs. Gadverdamme! Hé, en hoeveel pk heeft dit nou? 2. 2 pk? Ja, en, het gebruikt het veel. Hoeveel actieradius? 400 op de elektromotor. En op waterstof nog 180. Trek hem even op dat vindt mijn maatje La Fuente leuk. Hier, kom op, hap het thee. Zo! Niet te filmen, joh. Dat is echt niet te filmen. Zo snel gaat het. Zo snel gaat het. Jullie samen één hersencel. Hoe gaat het met jou? Hé, maar Koen, hoe is het nou met je, man? Ja, gaat goed, man. Na zo'n show, wat denk je dan? Wat nou, gaat ik moet zeggen, na deze show had ik dus echt een hele zieke adrenaline kick. Nee, maar dat vind ik echt wel normaal. Na zo'n hele vette, dikke show, dan staan we in die kleedkamer en dan denken we, ja. Ja, nou, usual business. Gaan we nu weer lekker naar huis, maar. Dan gaan we lekker even naar huis. Nu was dan eten echt... we nog een Twix. Of een Snickers. Ik kijk even hoor, of er iets aankomt. Maar goed, je mag ervoor blijven zitten. Ja. Ik ga even stoppen. Oké. Je hebt ook gelijk. Bedankt in ieder geval voor het ritje. Doei. Mag ik jouw OV-kaart lenen? Nee. Oké. Nou jongens, en zo eindigt paaspop voor mij. Ik denk dat ik er echt vandoor gaat. Ook dit is de life of the artist. Ja, maar dit is echt niet normaal. Even, die auto is net nieuw, hè? Ja, maar maat. Je komt weer in met je 250 kilo. Je beukt jezelf in die auto. Ja. Je gordel om doen. Kijk, boete voor, hè? Het is wel echt een goed akkoord. Kan je daar geen nummer mee maken? Ik maak een hit. En alle foutmelding van de BMW. Koen, hoe gaat het nou met je? Het gaat goed. Echt, als ik had geweten dat je dit hele ging doen, dan had ik je echt zeker de auto neergemaakt. Nee. Ik doe dit zeker nog... Tot de McDonald's en dan is het echt klaar. Okay, dan gaan we samen over Feyenoord praten. Ja, gaan we over Feyenoord praten. Vaar je dan nu ook in een zwart gat of niet? Nee, helemaal niet hoor. Nee? We gaan nu naar ons club. Ja, maar dan gaat de aandacht wel verlegd worden op Santiago. Santiago Jiménez. Dit heb ik je buiten de camera hebben niet verteld. Maar ik ben Santiago Jiménez dus tegengekomen bij het Openluchtmuseum. En foto gevraagd? Ik heb geen foto gemaakt, maar ik heb wel een video gemaakt. Oké. Okay. Ga je hem ook aan mij laten zien? Dit is hem, hè? Ja. Jij hebt hem gezongen. Ja, ziek mooi. Maar jij dacht echt dat Santiago Jiménez naar het Openluchtmuseum ging? Ja, waarom niet? Hij... Ik heb het in mijn hoofd. Jij voorspelt de wedstrijd van vanavond. Ja. En eerst het doel op te maken. Oké. Mocht het zo zijn, maak een doel 50 euro voor het winnen. Welk goed doel? Wat mag ik kiezen? Eén gemouden. Oké, dan ga ik voor 3-0 worden. En het eerste doelpunt wordt gemaakt. Kijk, het is te makkelijk om zat. Dus ik ga de het eerste kan wel. Wordt gemaakt door Police Dynamite. Sebastian Szymanski die maakte de 1-0. Oké, okay, en als jij het goed hebt, doneer ik 150 euro aan Ezem Oude. Okay. En als we het allebei fout hebben, kunnen we Ezem Oude de boost krijgen. Ja. Hey, 1-0 Feyenoord. Ja.
Waar film je heen eigenlijk? Ja, sorry. Ik ben nog niet heel bekwaam. Nee, maar niet. Ik zei dat 1-0, ja. Maar ik ga naar 0-1 toe. Nee! Jawel. We gaan eraan! Ja, nee. Je hebt er helemaal geen verstand van. Seuntjes, 0-1. Triest, maar goed. Dat mag. Nee, maar omdat hij zo triest is, zeg ik tegen jou, als Szymanski de eerste maakt, ja. Dan hebben we ook een 150 naar de eenzaam ouderen. Het is dat je zo'n goed doel hebt gekozen. Ja, eenzaam ouderen, ik vind het zo'n mooi goed doel. Wow! Zo, die voel je helemaal in. Ja, dit heb ik ook bij mijn Toyota aangehad. Ja, dat snap ik, ja. Maar heeft deze auto ook AUX? Ah, ja, hier misschien. Nee. Is je vader er oké mee als ik een beetje sfeershots maak van de auto? Wat is dit? Oh, er zit helemaal niks in, joh. Ja, wel. Oude kauwgom. Wow, dat je een mooi te pakken, hè? Ja, ja. Oké, we zijn bij een fastfoodketen. Met een gouden M. Met een gouden M of een gele M met zo'n rood balkje eronder. En we gaan lekker eten. Ja, dat denk ik niet. Dit is pas leuk, hè? Hey, de McDrive is rechtdoor, staat er. Kut, ik rijd verkeerd. Godsamme anus! Dit is echt kut, man, Rutger. Ik rijd gewoon helemaal verkeerd, man. Je hebt toch een hele snelle wagen? Hij ligt ook lekker zo. Hij ligt op de weg, hè? Hij ligt heerlijk hij op de weg. Een soort lijm op een anus. Stel, hè, ik had €8000 te besteden. Tot en met 1500. Zo welke auto? Met onze EP. Welke auto zou je dan kopen? Zeg dat jij aan onze muziek veel meer geld vindt dan wij, wist je dat? Ja, dat klopt. En waar ben je naar op zoek? Automaat, schakel, maakt dat je uit? Nee, schakel, automaat, maakt me geen reet uit. Dat meen je niet. Nee, maar je wil een lekker automaatje. Ja, maar ja, anders heb je echt geen fuck te doen. Laatst ging ik naar Oostenrijk rijden, verveelde ik me helemaal de touwtyfus. Schakelen als je de hele tijd 130 uit de snelweg. Dat geluid dan, ze 4, ze 5, ze 6, ze 4. Nee, soms moet je er ook af en naar de volgende snelweg. Ja, je hebt gelijk. En soms ga je stoppen bij een tankstation. Ja, dan moet je weer naar zee. Ik snap dat jij in één keer doorrijdt, maar ja. Je hebt al jerrycans achterin, toch? Ja, ik heb jerrycans. Het is wel heel druk, hoor, Koen. Het is dat jij bezig bent met een speciaal dieet. Dat ga ik echt niet doen. Maar zij staan nu bij de drive. Ja, gods. Nou, bel ze even. Ja, maar ik denk dat ze er al doorheen zijn. Ja, ze zijn er doorheen. Ja, dat is vreselijk kut. Dat is vreselijk kut. Dat is kut, ja. Ja, zwaai maar. Zwaai maar, joh, vriend. Je wilt zien, hè, als ik mijn velg gevonden heb. We rijden door een weg die 3 meter breed is en herinner dat jouw velg gedraaid gaat. Ja, vriend, maar als jij altijd zo onnauwkeurig gaat doen als dat jij doet, dan houdt jouw auto niet lang vol. Ik zie hier met Furry Matthijsen. Hoi, ik wil graag 1 McCroket. 9 kipnuggets met mosterdsaus. Een milkshake vanille. Wil jij dat? Ja. Wat ik wil een Big Mac menu. Een Big Mac menu? Met een colaatje? Ja, en een McFlurry Maltese. Een McFlurry... Bestaat dat? Ja, dat is net nieuw. 2 McFlurry Maltese graag. Oeh, moet ik even oppassen voor een velg nu. Zo. Zo precies, ja jongen. Mensen thuis, je kunt rustig ademhalen. We zijn er doorheen, hoor. Nou, dat dacht je. De echte ongeheid begint nu pas. Jullie zijn nog niet eens bij Prinsenplein, of wel? 4 minuten, hoor. Ik heb een Uber genomen. Zo, kijk dan, die zon. Ja, ik heb hem ook. Ik heb dezelfde. Dezelfde? Ja, ik denk dat ik dan wel vast het vak op ga halen, maar. Oh, is goed, hé. Maar ik kan ook wachten. Nee, ga maar, joh. Nou, wij zien elkaar, ja? Ja, dan. Later. Dames en heren, we zijn er bijna. U ziet al de bakens in de verte. Nog 1 keer voorspelling. 3-0, 1-0. Szymanski! Koen zit niet op de vak van de plebs. Die zit lekker. Ik zit dus het geld. Ja, tuurlijk. Ik heb een royale stoelenman. Ik zie jou de volgende keer. Hé, hey, het was leuk dat je mee was. Leuk vlog ook. Echt, ik vind het een goede vooruitgang in je leven, als ik het zo mag. Echt super gezellig. Ja, leuk. Ja, kijk, ken eens een mop van de geit. Ken je die of niet? Nee. Sick, hè? We hadden gisteren een afspraak gemaakt. Als ik de juiste voorspelling had, dat jij dan €150 zou doneren aan eenzame ouderen. Ja, als ik de juiste dan zou ik dat doen. Ja. Nu wil het zo zijn. Dat we allebei geen gelijk hadden. Dat Szymanski niet op schot was. Maar als we nou heel kritisch gaan kijken. Ik zei 1-0 RKC. Ja. Dus 50% is in principe goed. Ik zei 3-0 Feyenoord. Het is 5-1 geworden. Ja, maar met Totootje heb ik gewonnen, hè? Met Totootje. Ja, maar we deden geen winnaar. Het moest bijna perfect zijn. Je hebt en de fout wie er verloor en wie er gescoord heeft. Ja, maar Bilsjansje en al die eenzame ouderen. Hoor je dat? Ja, dat hoor ik. Er komt katnuf naar boven. Er komt katnuf naar boven. Katnuf heeft naar boven.
Ja, hij is vlogger tegenwoordig. Het is zo irritant. Hij vlogger. Ja, gisteren in de auto liet hij ook de hele tijd te vloggen. Je viel nu tegenlicht, hè? Ja, maar dat maakt toch niet uit. Zit hij met de vloggen, veel te groot plafond. Dat doe jij zelf ook altijd. Ja, boeien. Boeien, Ruud. Luister, ik vind dat jij 150 euro moet maken over aan ouderen met eenzaamheid. Hoezo moet ik dat doen? Ik heb één goal goed gehad. Had jij gedacht dat RKC zou scoren? Nee, dat heb ik 3-1 gezegd. Nou ja. Had jij dat vaak te scoren? Nou ja, ik dacht dat het een moeilijke wedstrijd ging. Dit loopt al door de audio heen nu, hè? Sorry, ik heb jou gefilmd dat je zo aan het vloggen bent. Dat is echt heel leuk. Hé, hey, maar Koen, ik was vandaag bij mijn opa. Die is altijd eenzaam, hè? En ik doneer niet even 150 euro aan eenzame ouderen. Nee, ja, ik wil eigenlijk naartoe dat jij alsnog 150 euro over maakt. Ik wil bij 75. Oké, dat is goed. Jeez. Ja, die was lekker, hoor. Die was heerlijk. Even die sushi zalm en die gieren dubbel. Heerlijk lekker, man. En mijn croissant is minder lekker. Ik wilde gewoon even vastleggen dat deze grote baas gewoon zo naast iemand gaat staan die aan tape is. Dat is dus echt wonderbaarlijk. Hij staat je zo boos aan te kijken. Ik zou Frits hier niet doen. Oké, doen we het toch gewoon nog eens onder. Praat Nederlands. Ja, ik kan het niet. Ja, zo stond hij net ook. Praat Nederlands. Ja, ik kan niet meer. Ja, maar ik ga nu op afstand. Ik wil geen ruzie en getetter. Het is zonde, ja, maar Frits. Nooit meer. Jij, nooit meer. Samen hier. Nooit meer. Wij, nooit verdwalen hier. Kun je er net iets overheen op, Frits? Nee. En als het niet op Spaans natuurlijk. Ja, maar nu is mijn verse ook weg. Ja, je refrein ook. Ik ga even iets grappigs doen, want Rup is aan het vloggen. Kijk, ik trek dit ding af. Doe ook je mond erbij. Nee, ik ben fucking griep. Jawel, doe nou even. Don't worry, be worried. Hey Koen, ik sluit even het fijne weekend met je af. Ik heb mijn hele weekend met jou in je vlogkamer meegemaakt. Het is misschien wel het allerkutste weekend uit mijn hele leven dat ik heb meegemaakt op dit moment. Wat zijn we weer rijker? When you done me, you bet I felt it. You tried to be cool, but you're so hot that I melted. Dit is gejank. Tot de volgende keer. Doei.